Jan, is er voor komende zondag veel aanleiding om te wijzigen in je basiself naar aanleiding van afgelopen vrijdag Cambuur uit? Nou ja, Marten Dronen is een schoorsteenwedstrijd, dus die zal ongetwijfeld vervangen moeten worden. Verder moeten we maar eens kijken wat we gaan doen. Ik denk niet dat er heel veel aanleiding voor is. Ik vond dat we afgelopen vrijdag goed speelden. Alleen ja, door een rode kaart en wat dubieuze beslissingen verliezen de wedstrijd. Dat is wel gek, hè? Want de buitenwereld die de wedstrijd niet helemaal ziet, kijkt er anders tegenaan. Die ziet gewoon de keiharde cijfers. 3-1 verliezen van Cambuur. Dan moet het slecht zijn. Maar jij zegt dat dat niet zo is. En ik sprak je spelers net. En die zei ook, okay, we voetbalden eigenlijk best aardig. We waren gewoon beter dan Cambuur. In de eerste helft kom je 1-0 voor en dan moet je uitbouwen naar 2-0. Dat doen we niet goed. We blijven te lang tegen dat soort ploegen op 1-0 staan. Terwijl de mogelijkheden krijgen op 2-0. Nou, dan krijg je een buitenspelsituatie tegen waar een penalty uitkomt. Dan wordt het 1-1 en dan voorkomen we de verhouding in. Nou, dan tweede helft is er nog niks aan de hand. Dan ben je weer de betere ploeg. Ja, dan krijg je een aanval die wordt uitverdedigd en dat is een zuiver hensbal. Daar staat volgens de beelden die we gezien hebben, staat Van Ziegem op 5 meter afstand vandaan. Nou, wij konden het al vanaf de bank zien. En de fluit er niet voor en ze schieten die bal weg. 2-1 situatie, waar hebben we niet goed opgesteld staan trouwens. Als je met 2-1 staat, is de ene in de dekking, de andere die haalt de diepte eruit. En dan loopt hij door en ik vond het zwaar gestraft, de rode kaart, omdat het geen schoppende beweging is. Maar ja, hij wil eigenlijk langs aan de binnenkant kruisen. En hij geeft rood en dan is er nog niks aan de hand, want dan staat het 1-1 en dan speel je 10-11. Ja, dan wordt uit de situatie van de vrije trap een cornerbal. Die komt voor, die wordt weggewerkt, die wordt weer ingebracht. Dan moet André er eerder uitkomen, maar op het moment dat hij eruit komt, wordt hij door 3 man onder ze boven gelopen. Ja. En in de 5 meter, dat is normaal gesproken een overtreding, alleen bij Van Ziegem was dat niet het geval. Dan is het 2-1. Ja, en dan wordt het heel moeilijk om nog een wedstrijd te winnen. Aan de andere kant hebben we nog 3-4 goede kansen gehad. En wij maken gewoon de kansen niet. En dat is ons probleem. Van de week zei Johan Voskamp, die zei, nou, het is heel simpel. We maken te weinig goals. En we maken te veel fout. Ja, en dan is het in een notendop is het gauw verklaard. En als je puur naar het voetbal kijkt, vond ik ons duidelijk beter dan Cambuur. En dat werd ook op de tv gezet, dat het een onterechte overwinning was. Maar ja, daar koop je verder niks voor. Dus ik ben over het voetbal helemaal niet zo ontevreden. Wat het thuis van Helmondsport ook moeten winnen. Hebben we ook qua kansverhouding de beste kansen gehad. Maar je hebt gewoon moeite om naar 2-0 te tillen in een wedstrijd. En als dat gebeurt, ja, dan beslissen ze de wedstrijd wel. En dan krijgen we altijd wel weer een goal tegen. Ja, dat is blijkbaar traditioneel dat we doelpunten tegen krijgen. Hoe sterk is FC Dordrecht? FC Dordrecht wat een lastige ploeg. Zit in een goede fase. Hebben een goede periode nu. Zijn heel matig begonnen. Bij kwalitatief is Sparta beter. Dat is nou eenmaal zo. Als we alle spelers tegen elkaar afzetten, hebben wij meer kwaliteit in Dordrecht. Alleen het is altijd een lastig te spelen tegenstander. Want volgens mij is Jos ook nog wel eens Jos van Eck trainer geweest. Waardoor dat ze hier wonnen van Sparta op het kasteel. Dus het is een moeilijke ploeg die nog mogelijkheden heeft om in die periode hoog te komen. Dus het wordt altijd een moeilijke wedstrijd, maar dat is elke week. Wij spelen altijd tegen tegenstanders die anders spelen tegen ons dan tegen de andere ploeg in de Jupiler League. En dat weet je nou eenmaal. En dat vind ik ook helemaal geen probleem. Daar moeten we ook ons tegen wapenen. Wij hebben dan wel moeite tegen heel veel opportunisme en veel fysieke kracht. En dan moet het voetbal naar een hoger niveau. En daar zijn we mee bezig. Ik vind dat, zoals afgelopen week speelden we uitstekend. Maar ja, je moet nog steeds goals maken en geen goals tegen krijgen en dan weer in de wedstrijd. Wat ik opmerkelijk vind is, misschien is het wel typisch Sparta, je staat op de 9e plek, teleurstellend, maar de stemming leidt er niet onder. Er wordt gelachen, zelfs door de supporters. Ja, maar ik denk dat iedereen de situatie bij Sparta heel goed begrijpt. Hè? Dat in tegenstelling tot de lokale pers, die ik maandagavond hoorde vertellen dat wij veruit de beste selectie hadden van de Jupiler League. En dat we allemaal geweldige spelers hadden, dat we een verkeerd aankoopbeleid hadden, ja, die begrijpen het dus niet. De mensen die dat zeggen begrijpen het niet, want als je gewoon realist bent, we hebben afgelopen jaar met een volledige selectie 4 wedstrijden gespeeld tegen Excelsior en tegen Helmondsport. En in 4 wedstrijden ben je niet beter. Daar zijn er 18 spelers weggegaan. Ja, ik heb het al voor de zoveelste keer vertel ik het, want niet iedereen dringt het tot in je hersens door. Maar er gaan 18 spelers weg. En waar je nu mee speelt, dat is bijna een half belofte elftal van vorig jaar. En dan weet je dat het tijd kost om een elftal neer te zetten wat in de Jupiler League gaat winnen. En we hebben gelukkig al behoorlijk wat wedstrijden gewonnen. Alleen we hebben ook te veel wedstrijden gelijk gespeeld of verloren die onnodig waren. Maar dat heeft puur te maken met ervaring, maar ook met kwaliteit. En
Kijk, dan hebben we een aantal wat routiniers die gewoon niet brengen wat ze moeten brengen. En als die gaan brengen wat ze moeten brengen, dan wordt het voetbal ook wat makkelijker voor de jonge spelers. Maar als ik zie hoe we ons ontwikkelen, is dat prima. En wij vertellen ook naar de buitenwacht geen verhalen. Ik ga niet zitten roepen dat wij veruit de beste selectie van de eerste divisie hebben, want dat is namelijk niet zo. En ik ga ook niet roepen dat we niet promoveren, want dat kan heel goed. Hè? De Excelsior is vorig jaar ook geen kampioen geworden en is gepromoveerd. Sparta is in het verleden ook gepromoveerd via een na-competitie. Kijk, op dit moment moet je gezien de achterstand, je richt op een na-competitie. Daar is alles nog mogelijk. En het is een volkomen normale zaak dat als je zoveel spelers weg laat gaan en met heel veel aanvult met de belofte spelers, dat je dan in de winterstop eens gaat kijken op welke plek kunnen we ons versterken. En ik denk dat dat een uitermate gezond beleid is. Afgelopen zomer waren er nauwelijks financiën om ons te versterken. De enige aankoop die hebben we gedaan was Johan Voskamp. Nou, het lijkt me dat dat een zeer terechte aankoop is geweest. En alle andere jongens waren transfervrij en komen voor niet al te grote bedragen bij ons voetballen. Dus we hebben met het minimale middelen geprobeerd het maximale te bereiken. Nou, sommigen spelen niet of spelen niet goed. Aan de andere kant zijn er ook weer jonge jongens die zich ontwikkelen en goed spelen. Die wat ten koste gaan, bijvoorbeeld René van Dieren. Ja, daar speelt Nathan en Strootman spelen daar. Ja, die spelen op dit moment, doen die dat beter. Ja, dan is het een keuze die je maakt. Maar dat wil niet zeggen dat je ontevreden bent. Maar sommigen zijn gewoon beter. Ja, en dat is een ontwikkeling die is normaal. Dat maak je bij elke ploeg mee. En wij communiceren op een normale manier naar buiten. We zijn heel realistisch. En kijk, ik heb altijd al gezegd, ik ben ervan overtuigd dat het goed komt met Sparta. Alleen dat kan 1, misschien zelfs wel 2 jaar duren. En als je zo communiceert, dan schrik je niet. Maar als ik ga lopen roepen dat we even terug moeten komen en dat we de beste groep uit... Ik ken de eerste divisie. En wij hebben een jonge, zeer talentvolle groep met heel veel potentie. Maar kenmerk aan een jonge groep is, een elftal wat speelt, dus dat is gemiddeld 22 jaar. Dus het jongste elftal uit de Jupiler League. En als je dan dat gaat gepaard met vaak met vallen en opstaan. En spelers die zijn, als ze 19 zijn die absoluut niet op hun top. Dat zijn ze misschien als ze 5, 26 zijn. Dus, en dat wil niet zeggen dat wij er 6 jaar over gaan doen, dat geloof ik niet. Maar het punt is dat je weet dat heel veel spelers nog in ontwikkeling zijn. En ik ben zeer tevreden over de ontwikkeling. Alleen nu moet het nog vertaald worden naar een overwinning. En als ik dan afgelopen vrijdag kijk, en ook tegen Helmersport, en ik kijk naar de wedstrijd Helmersport afgelopen zomer, en dat was Helmersport 2 keer de beter voetbal dan de ploeg. Nou, dat waren wij nu. Dus dan zeg ik, nou, dan hebben we die progressie al gemaakt met deze jonge ploeg. En ik denk dat het publiek dat ook ziet. Die kijken ook naar die wedstrijden. En die zien ook gewoon dat we goed bezig zijn, dat er hard gewerkt wordt. Kijk, er wordt in ieder geval hard gewerkt. Dat is het belangrijkste. Alleen, het gaat soms wel eens met wat fouten gepaard. Ja, helaas. Voor vragen over financiële aard moeten we bij de directie zijn. Dat weet ik. Maar wat kan jij zeggen over jouw pogingen om Sparta rijker te maken? Daar hoor ik ook allemaal verhalen over. Weet je, dat... Kijk, ik hoor dan dat ik breng een apotheker binnen, dat moet dan Geert Hof zijn. Ik heb met Geert een aantal gesprekken gehad. En in het verleden, dat weet ook iedereen, had Geert toen op een gegeven moment belangstelling om dit stadion te kopen. Hè? En de miljoenen schuld die er toen was af te lossen. En dan zou ik op technisch gebied een rol gaan spelen hier. Nou, dat is niet doorgegaan. Dus, en op een gegeven moment, ja, dan worden als het slecht gaat, worden altijd weer namen genoemd. En ik ken Geert heel goed, ik ken Johnny Hoeks goed van Leonidas. En ik ga er wel eens kijken, weet je wel, zo. Nou, dan wordt al gauw dat ze verhalen. Natuurlijk heb ik met Geert gesproken afgelopen zomer. Joh, zou je wat willen doen? Nou, op dit moment heeft hij daar niet zoveel behoefte aan. Kijk, je moet ook weten, hij is iemand die het graag liefst alleen iets wil doen. En hier is dat moeilijk, weet je. Er zijn altijd andere mensen. En ik ben ook van mening dat je dat moet doen met meerdere mensen. Dan hoef je allemaal niet zo heel veel bij te leggen, weet je. Door 5 delen is altijd minder dan, hè. Nou, en hij wil dat graag alleen doen. Dat is een moeilijk verhaal. En hij zit natuurlijk bij Leonidas. En dat is zijn club. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen pogingen doe. Ik heb ook mensen tegen het lijf die ons wel willen helpen. En ik vind dat het ook... Kijk, mijn taak is om te zorgen dat Sparta goed voetbalt. Dan laten we dat... Maar ik ben bij Zwolle ook bezig geweest met sponsors. En ik heb ook de sponsors binnengebracht. En omdat ik vind dat als je dat naast kan doen, is dat nooit weg voor een club die financieel niet zo sterk staat. Dus ik zal die poging absoluut blijven doen. Maar kijk, ik ga niet in de hele weg lopen roepen, Hof wordt hier sponsor. Ik hoop het ooit. Dat hoop ik echt. Hij heeft trouwens al een aantal stoelen hier zo. Maar ik hoop dat hij dat ooit zou doen. Het is een voetballiefhebber. En ook met een zwak voor Sparta. Alleen in het verleden is dat fout gegaan op een wat minder nette manier. Hij is een beetje aan de kant geschoven. Ja, en zulke soort mensen moet je niet zo aan de kant schuiven. Op die manier. Dan had het anders gemoeten. En daar zit nog wat wrok. Maar ja, je weet het nooit. Kijk, ik zeg altijd, nooit geschoten, altijd mis. Dus, maar we blijven wel ons best doen. Maar daar is op dit moment geen sprake van. Maar er zijn
zover ik hoor, op de achtergrond andere mensen die dat graag willen, zouden willen doen. Nou, die zijn hartstikke welkom. En, want ik ben ervan overtuigd dat als wij op de juiste posities ons kunnen versterken, dat wij een uitstekende tweede seizoen zelfs kunnen gaan spelen. We wachten het af. Ja, inderdaad. Ja, maar ik heb daar alle vertrouwen in. Dat heb ik altijd al gezegd. Kijk, als ik absoluut geen vertrouwen had in de toekomst van Sparta, was ik hier niet gekomen. Ik vind hier, dit is een hele mooie club. En ik weet dat de mensen nog steeds bereid zijn om wat te doen hier zo. Omdat het daarvoor een veel te grote club is. En daar heb ik alle vertrouwen in. En dat is misschien ook het positieve, of het positivisme wat we uitstralen als technische staf. Maar ook als supporter, dat die weet van het gaat toch goed komen. Alleen je moet de mensen geen verse worst voorhouden die er niet is. En dat is in het verleden natuurlijk wel geweest. Hè? Met uitspraak van dit is de allerbeste selectie die we ooit hebben gehad. Ja, dan degradeer je. Ja, dat moet je niet doen. Dat is ook geen realiteit. Maar dat het moeilijk is om heel simpel terug te komen, dat wijst het verleden uit. Het eerste jaar dat Sparta degradeerde met een hele ervaren groeiende groep, werden ze achtste. En toen derde en toen tweede. Dus het ging wel steeds beter. En toen vindt de na-competitie met Andri toen. Maar ik weet niet wat er dit jaar nog mogelijk is. Ik heb er gewoon vertrouwen in. En ik kijk naar de Eredivisie en ik zie daar toch een aantal hele zwakke broeders lopen. En dat is in het verleden wel eens anders geweest. Was het verschil tussen Eerste Divisie en Eredivisie heel erg groot. Maar als je Excelsior, VVV en Willem II ziet, die hebben het ook heel moeilijk. En ik denk dat wij daar niet zo heel veel voor onder doen. En als wij ons kunnen versterken, dan denk ik, mocht je na competitie gaan halen. Want ja, ik ga nog steeds uit van het feit dat we met een hele goede serie van 5 nu en na de winterstop, dat we alsnog hoog kunnen eindigen. Maar als het niet anders is dan na competitie, maken we daar denk ik een hele goede kans. Als je op een gegeven moment de mogelijkheden hebt om inderdaad zeg maar heel gericht te versterken. En dat geen breedte versterken, want daar hebben we genoeg kwaliteit in de jeugd nog lopen. Dus maar echt als versterking. En dan heb ik er alle vertrouwen in.